Maxime Meiland geniet momenteel samen met haar gezin van een wintersavontuur in het schilderachtige Oostenrijk, en uiteraard deelt ze deze ervaring graag via TikTok. In een recent filmpje laat ze trots haar ski-outfit zien, die niet onopgemerkt blijft bij haar volgers. Samen met haar gezin en een aantal vrienden, waaronder haar zus Montana, heeft Maxime de Oostenrijkse pistes opgezocht. Voor deze gelegenheid hebben de zussen bij het merk Goldberg geshopt om opvallend voor de dag te komen in stijl. Montana prompt met een blauw geblokt pak van het merk, terwijl Maxime voor dezelfde stijl gaat maar dan in een opvallend rood. De rode outfit van Maxime lijkt echter voor de nodige hilariteit te zorgen bij haar volgers. Reacties stromen binnen op TikTok, waar sommigen de outfit vergelijken met een tafelkleed uit grootmoeders tijd. Dat tafelkleed had mijn oma dertig jaar geleden ook, merkt een volger op. Maxime wordt overspoeld met opmerkingen waarin het pak wordt vergeleken met alles, van gordijnen tot picknickkleden. Een creatieve geest noemt het zelfs een wandelende theedoek. Desondanks lijken Maxime en Montana zich weinig aan te trekken van de humoristische reacties en genieten ze volop van hun skitrip in stijl. Voor hen is het duidelijk, opvallen op de piste is een must, zelfs als dat betekent dat je af en toe wordt vergeleken met huiselijke textielwaren.